In dit filmpje ga ik jullie laten zien hoe je deze pompoentjes kan haken. Het verschil tussen deze twee pompoentjes zit hem niet in het patroon, maar in het gebruikte materiaal. Het kleine pompoentje is gemaakt met hakentoen en een haaknaald 2,5 mm, een enkele draad. En dit pompoentje is gemaakt met een dubbele draad katoen en een haaknaald 4 mm. Het pompoentje wat ik vandaag ga haken, ga ik maken met wol en een haaknaald 3 mm. Start met een opzetlus. En dan gaan we starten met een ketting van 16 lossen. Maak dan een vaste in de tweede losse vanaf de haaknaald. En dan in beide volgende lossen ook één vaste. 1, 2. Dus we hebben in totaal nu 3 vaste gemaakt. Nu gaan we over de volgende 9 steken halve stokjes haken. Vijf. Zes. Zeven. Acht. En 9. Op de laatste 3 lossen ga ik een vaste haken. 1, 2, 3. Dat was toer 1. Toer 2 starten we met een losse om te keren. En dan gaan we haken alleen door de achterste lus. En we starten dus gelijk bij de allereerste steek. Dus we slaan niet de eerste steek over. Gelijk insteken bij de eerste steek en alleen door de achterlus. En daar haken we een vaste in. Dat doen we ook bij de volgende 4 steken. Insteken door de achterlus en een vaste. Dat is 2. Nog een keer. 3. 4. En nog eentje. Is 5. De volgende 5 steken gaan we ook door de achterlus haken. Dat is eigenlijk vanaf nu iedere steek die we haken is alleen door de achterlus. Alleen nu 5 keer een half stokje. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf.
en 5. De volgende 5 steken haken we weer een vaste. Eén. Twee. Drie. Vier. En voor die laatste steek moet je even goed kijken wat de juiste lus is, want die is meestal een beetje naar achter gekanteld. In dit geval is dat deze, dat is die achterlus. En ook een vaste. Dat was toer 2. Toer 3 starten we weer met een losse. Keren. En ook nu gaan we weer alleen door de achterlussen haken. En nu doen we hetzelfde als wat we in toer 1 hebben gedaan. 3 keer een vaste, 9 keer een half stokje en weer 3 keer een vaste. Dus we starten gelijk bij de eerste steek. 1. 2. 3. En de volgende 9 een half stokje. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. En 9. En dan weer 3 vaste. 1. 2. En ook hier geldt weer bij die laatste steek even goed kijken waar het veetje zit. En dan alleen door de achterste lus. Dat was toer 3. Toer 4 starten we weer met een losse. En dan gaan we weer hetzelfde doen als wat we in de tweede toer hebben gedaan. Dus 5 vaste, 5 halve stokjes, 5 vaste. Eén, twee, drie, vier, vijf, vijf halve stokjes, 1, 2. 3, 4, 5 en weer 5 vaste. 1, 2, 3. 4, 5. Ga zo verder met deze twee toeren af te wisselen. Dus de ene toer 3 vaste, 9 halve stokjes, 3 vaste. En de andere toer 5 vaste, 5 halve stokjes, 5 vaste. Ga zo door tot je in totaal
26 toeren gehaakt heb. Dat is inclusief wat ik nu heb laten zien. Dit zijn de eerste 4 toeren. Ga door tot je in totaal 26 toeren gehaakt hebt. Mijn 26 toeren zijn nu klaar. De 26e toer was een toer met 5 vaste, 5 half stokjes en 5 vaste. En nu ga ik toer 26 en de opzet lossen aan elkaar haken. Ik maak eerst een losse en dan keer ik het werk zoals ik dat altijd doe. En dan vouw ik hem dubbel. En wat ik doe is, ik haak ook nu weer gewoon door alleen de achterste lus. Dus ik steek in door de achterste lus van die 26e toer. En dan ga ik bij de opzetkant kijken naar waar zit die eerste losse. En ook daarvan steek ik door 1 lus. En dan maak ik een vaste. Dus door die 2 lussen heen halen. En de vaste afmaken. En zo ga ik dat met alle steken doen. Insteken door de achterste lus. Insteken door de losse van die opzetkant. En dan vaste haken. En zo ziet dat er dan uit. Dan ga ik afhechten. Met deze draad ga ik deze bovenkant van de pompoen sluiten. Dus ik heb een wat langere draad nodig. Nu ga ik rijgen door die lossen van het keren. Als je keert met 1 losse en je haakt gelijk in de eerste steek, dan krijg je een bobbeltje aan de zijkant. En dat krijg je dus om de toer. De ene toer zit die aan de ene kant en de andere toer zit het bobbeltje aan de andere kant. Door die bobbeltjes heen ga ik rijgen en dan trek ik de bovenkant dicht. Door het eerste bobbeltje naar binnen en het volgende bobbeltje weer naar buiten.
En de laatste keer terug naar buiten ga ik hier door de plek waar ik gestart ben met rijgen. Deze draad stop ik naar binnen. En daarna trek ik het strak. Als je wol gebruikt, zoals ik, moet je altijd uitkijken dat je niet te hard trekt, want wol breekt nogal snel. Katoen kan je iets meer kracht opzetten, dat is iets sterker. Nu ga ik deze kant vastzetten door er een aantal keren doorheen te steken van de ene kant naar de andere kant. En er nog een klein beetje aan te trekken. Zo, nu is die ene kant goed dicht. Nu gaan we de pompoen opvullen en daarna de andere kant sluiten. Het sluiten van deze kant die nu boven zit, doe ik zo meteen met dezelfde draad. Dus ik laat de draad eraan zitten met de naald eraan. Als ik hem gevuld heb, steek ik de naald er dwars doorheen en dan gebruik ik dezelfde draad om deze kant dicht te maken. Dit is denk ik wel genoeg. Steek door het midden heen, dwars door de vulling, naar het midden boven. Draad helemaal doortrekken. En dan ga ik hetzelfde doen wat ik bij de onderkant heb gedaan. Door het bobbeltje naar buiten. Volgende bobbeltje naar binnen. En de laatste, dezelfde lus waar ik begonnen ben, nog een keer. En ook hier zet ik dan met een paar steekjes die sluiting vast. Zo, de vulling is aan deze kant nog een klein beetje te zien. Die sluiting is niet zo heel erg mooi. Dat maakt niet uit, want hier komt straks nog het steeltje bovenop. De onderkant waar we begonnen zijn, ziet er iets mooier uit. Nu ga ik de draad afhechten. En dat doe ik door de draad door het haakwerk heen. Door de steken. Van een ribbel heen te steken.
Met een klein restje bruine wol ga ik het steeltje haken. Ik maak daarvoor een magic loop of een magische lus of nou ja, hoe je het ook wil noemen. En in die magic loop maak ik 6 vasten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan ga ik hem sluiten. En vervolgens haak ik in iedere steek een vaste. Ik tel even terug voor de eerste. Dus 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En nu steek ik gewoon in de hele steek, in het hele veetje. Het is een beetje lastig omdat je dus gelijk, het gaat gelijk bol lopen. Dus je moet eigenlijk gewoon je vinger erin steken aan de achterkant. En het proberen gelijk in vorm te trekken. Dus de cirkel mag eigenlijk niet groter worden. Hij moet gelijk, gelijk bollen, zeg maar. Dit was 3. Vier. Vijf. En 6. Ik zal hem even omdraaien, dan kan je duidelijk zien wat er gebeurd is. Hij is dus echt helemaal al gelijk omhoog aan het komen, of in dit geval naar beneden. Dit is de bovenkant van het steeltje. En nu gaan we naar beneden toe werken. Dit was toer 1 en nu gaan we toer 2 tot en met 5 ook weer steeds 6 vaste haken. We gaan gewoon door. Twee.
6. En nu gaan we de onderkant van het steeltje maken. En dat wordt een soort van sterretje wat er... wat de basis wordt van het steeltje, zeg maar, wat we aan het pompoentje vast gaan naaien. In iedere steek haken we daarvoor een vaste. Twee losse. En in dezelfde steek nog een vaste. Dat was 1. Dat gaan we dus in totaal 6 keer doen. Een vaste. Twee losse. En in dezelfde steek nog een vaste. Nu heb ik een steeltje met 6 puntjes. En nu gaan we afhechten. Ik heb best wel een stukje draad nodig om hem vast te naaien. De draad die uit het midden komt, die kun je nu gewoon afknippen. Het laatste wat ik ga doen is het steeltje op de pompoen vastnaaien. Ik zet hem gewoon over het midden heen. En dan doe ik steeds door de pompoen heen steken. Gewoon ergens een lusje vlak onder het steeltje. En dan door naar boven. Door de zijlus van het steeltje. En het hoeft niet door iedere steek.
Zo, en om de draad af te hechten steek ik die gewoon een aantal keren helemaal heen en weer door het steeltje heen. Het vastnaaien van dat steeltje doe ik altijd een beetje rommelig. Dat hoeft voor mij er niet al te netjes uit te zien. Een pompoen is nooit helemaal perfect. Dus dit geeft alleen maar een iets natuurlijkere uitstraling, vind ik. Het pompoentje is klaar.